Ja, ik heb wel eens kankerslet gehad. Ik dacht van wow. Zei je, kom dan even naar mijn huis. Kom vechten, nee. Jezus, zo heel agressief meteen. Als ik één ding echt zwaar kut vind, is het wel say it me. Lekker anoniem commentaar geven op klasgenoten, want ja, je durft het nou eenmaal niet recht in hun gezicht te zeggen. Maar ja, dat is mijn mening en wie weet vind jij het wel helemaal geweldig. Daarom werk ik vandaag in Deventer om totaal niet anoniem de vraag te stellen, wat vinden de scholieren nou van say it me? Gebruiken jullie say it me? Niet meer. Nee, ik niet zo. Vroeger? Nee, niet meer. Nee, ik heb het wel eens gebruikt. Ja. Nee. Nee, ik ook niet. Voor wat dan? Ja, gewoon kijken wat mensen over je te zeggen hebben eigenlijk. Ja, gewoon kijken wat mensen van je vinden en zo. Of ze vragen hebben. Zoals, wat voor vragen? Ja, dat ligt aan hun. Kennen jullie wel mensen die het gebruiken? Ja. Ja, maar ik vind het niet zo'n leuk ding. Ja, het is gewoon mensen die onzeker zijn en die willen dan iets leuks horen en dan, ja, het is gewoon kloten. Wat voor reacties kreeg je allemaal? Gewoon allemaal vrienden die homo en... Weet je wel zeker dat je vrienden waren die gewoon redden iemand? Ja, ze zeiden ook van, dat heb ik gedaan. Nou, gewoon dingen van hoer, sletten, dat soort dingen gezegd. Ja. Doet je dat pijn? Ga je huilen daarvan? Nee hoor, dat is iemands mening. Ja, die kan je niet veranderen. De ergste reactie die je hebt gehad? Ik denk van hem eigenlijk deed het zeggen omdat ik monobal had. Wat hè? Monobal, dat is van je de hele tijd... Ik had hier zo'n doorlopende wenkbal. Iedereen ging daarover zeiken, jongen. Heb je het afgeschoren of? Ja. Ja, ik heb wel eens kankerslet gehad. Ik dacht van wow. Zei je, kom dan even naar mijn huis. Kom vechten, nee. Jezus, zo heel agressief meteen. Moet ik het letterlijk zeggen? Ja. Opkankeren naar Spanje. Ik was Spanje, kom je uit Spanje? Ja. Wat was je reactie daarop? Je ging met je telefoon uit het raam gooien of zo boos was je? Ik moest eigenlijk wel lachen. Heb jij wel eens een reactie geplaatst? Oh, jazeker. Wat heb je geplaatst? Zeg maar. Die ik normaal niet zou zeggen. Zoals? Jij wel vieze reacties, hè? Jij wel. Maar, wat dan? Noem eens een voorbeeld. Ja, nou, ik liever voor mezelf. Jongen. Nee, mag je zeggen. Je hoeft geen namen te zeggen. Ik zeg geen naam, ik zeg maar niks. Hoezo niet? Nou, dat is ook voor mezelf. No off-topic questions. Because I don't want to. No, permission denied. That's an off-topic questions. Next, you have been stopped. Hebben jullie zelf wel iets een reactie geplaatst? Ja, ik heb wel eens gewoon gevraagd van, ja, wat voor mascara gebruik je? Ja. Het is een beetje erg, want het was tegen iemand waar ik daarna nog mee had. Wat had je gezegd? Kankerkamper. Kamper? Wat is dit voor scheld? Hoezo kankerkamper? Ik kwam met haar. Dat is een kutkind, jongen. Ze ging helemaal vreemd en alles. Ah. Ja, maar ik vind het gewoon een beetje triest dat je, zeg maar, dat het anoniem moet. Waarom? Nou, ik denk dat ze niet in elkaar geslagen willen worden. Ja, maar kijk, als ik haar een hoer vind, zeg ik toch ook gewoon, hey hoer. Nee, dat had ik niet gepikt. Oké, dan hebben we nog een challenge. Geef het bord maar. Niet laten vallen. Hoi. Hoi. Ik voel me niet op mijn gemak in Deventer. Dus vinden jullie het kut of leuk? Kut. Maar op een of andere manier is het wel leuk om te reageren van die lekkere teammates en dan... teammates. Kan leuk zijn. Hoe bedoel je, kan leuk zijn? Ja, als mensen leuke dingen plaatsen, dan is het leuk, maar anders niet. Ja, vroeger leuk, nu saai, niet leuk. Dus jullie vinden het verschrikkelijk? Nou, ook weer niet. Nee. Het is of leuk of verschrikkelijk. Ja, dan verschrikkelijk. Niets ertussen. Ik moet erkennen dat ik CMI best leuk vind, dat klopt toch? Ja. Dus jullie vinden het wel eigenlijk wel leuk? Ja, eigenlijk wel. Wel grappig. Dus mogen jullie zo vasthouden? Dan mogen jullie dit bord zo vasthouden. I'm an Italian boy. I'm half Italian. Italian. No, I can swear in Italian. Favaculo. Gazzo. Gazzo. I think Italy is better than Holland. En jullie hebben allebei Instagram, neem ik aan. Ja. Jazeker. Dus als ik even jullie telefoon mag. Of wie is Insta mag het? Ja, jij hebt me volgens mij. Wat staat hier? Stop alsjeblieft met CMI, het is verschrikkelijk, alvast bedankt. Ja. Oh, ja. Mag even een leuke foto. De hype van Say It Me begint langzaam af te nemen, wat ook betekent voor sommige scholieren dat de haat minder wordt. Bedankt voor het kijken in deze video. Vergeet vooral niet anoniem in de reacties je mening te geven over Say It Me. Like deze video, deel deze met al je vrienden, groepschat en wat dan ook. En hopelijk zie ik bij de volgende straatpraat weer. Bye.